Natasja. Oh ja, dat mag. Kan jij nog een keer zingen? Kijk maar in het... Hey, hallo, goedemorgen. Vandaag is het zondag 11 november. Het is nog vroeg. 8:10. Ik moet straks op een verjaardag en ik heb net al even mijn schoolwerk gedaan, dat ik dat in elk geval voorbereid heb voor morgen. Want ik moet naar de andere kant van Nederland rijden. Er zijn vandaag een aantal mensen jarig. Mijn tante, gefeliciteerd. Mijn neefje, gefeliciteerd. En Anna Vera van de Hummeltjes, ook gefeliciteerd. Dus ja, wil je nou dat ik jou noem in je vlog? Laat dan even je verjaardag hieronder achter. Ik schrijf het gewoon op en dan hoop ik dat ik het niet vergeet om te doen. Ik ga nu eventjes een ontbijtje maken. Ik ga dan nog eventjes wat doen. Cadeautje heb ik inmiddels ingepakt. Ja, nog even kort iets achter de computer doen. En dan ga ik rond een uur of 8:45 rijden. Het is ongeveer 1:45. Ik moet een stuk omrijden, want er is een weg dicht. Daar is een paar weken terug een vrachtwagen onderuit gegaan. En is de weg nog steeds afgesloten. Dus ik moet een stukje omrijden. Ik zie jullie straks nog. Zo, tandjes gepoetst. Nog even make-upje op. Nou ja, make-upje, een beetje mascara. En dan vind ik het wel best wel vandaag. Laat ik dat gelijk maar eens even doen. Dat is wel handig, denk ik. Eens even zien. Nou, moeten jullie hier maar even staan. Licht is wel een idee. Misschien een potje eronder nog. Kijk. Nou, niet omvallen, hè. Nou, bedankt. Ik kan ermee door vandaag, toch? Goed. Naast de mascara trok ik nog maar even een beetje schaduw gedaan. Eyelinertje. En nu jasje pakken. En onderweg. Ik neem jullie wel mee, maar ik ga daar niet vloggen. Dat doe ik niet, want dat doe ik sowieso bij familie niet. Dus nu nog niet. Misschien dat ze het over een poosje wel weer last. Ja, maar nu nog even niet. En nou ja, dan ga ik rijden. En dan zie ik jullie aan het eind van de middag weer. Tot straks. Het is in Sint Maarten en het is 11 november en ze lopen hier en de eerste is al geweest. Het is nog maar net 4:15. Wat vroeg. Maar nou ja, wij trakteren op dit. Halloween lollies. Even aanwijzen. Halloween lollies, Halloween sticks, Halloween soort snoep ding-achtig iets en Halloween chocola. Geen gezonde dingen dit jaar. Normaal gesproken heb ik altijd mandarijnen, maar die waren niet lekker, dus die heb ik weggegooid. Nou ja, en buiten bij de voordeur heb ik altijd lichtjes staan. Kijk, mijn pompoenetje staat hier nu even. Nou, mijn kaars is alweer uitgewaaid, dus die ga ik nog maar even binnen zetten. Die binnen even kan branden.
Oh ja, dat mag. Ga jij nog een keer zingen? Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje. Zelfgemaakt, zelfgemaakt. En van het wordt nog iets, en van het wordt nog iets. Laat op straat, laat op straat. Wat een mooie lampion, Joy. Helemaal zelf gemaakt op school? Ja. Ja, want je zit nu in groep 1, hè? Ja. Ja, nou, mag jij een lekker snoepje uitkiezen? Kijk eens. Kies er maar uit. Oeh, doe er nog maar eentje omdat je twee keer gezongen hebt. Ja. Alsjeblieft. Nou, is dat niet even schattig? Joy hier gewoon aan de deur. Haar opa en oma wonen hier en ik wist dat ze hier in Sint Maarten lopen, dus superleuk. En ja, we hebben even gevraagd of het mocht filmen, mocht van de moeder. Dus daarom heeft ze twee keer gezongen, dus ja, zo lief. Dus ja, superleuk. Oh, hey mooi jongens. Ik moet heen en weer lopen tussen de bel en de Formule 1. Max ligt gewoon op 1. Echt. Oh, echt. Hij heeft gewoon alles weer ingehaald. Pitstop gemaakt, lang doorgereden. Oh, gaat hij misschien gewoon weer winnen? Het is niet goed voor mijn hart. Echt niet, jongens. Echt niet. Oh. Heel spannend. Sorry. Oké, iemand heeft zich heel onpopulair gemaakt in Nederland. En dat is bij deze Esteban Ocon. Wat een... Juist dat. Hij rijdt gewoon de leider van de wedstrijd. Max Verstappen van de baan. Hoe durft hij? Echt, sorry hoor, maar dat kan echt niet. Ik ga verder kijken, want dit is gewoon echt gewoon driewerf. Dat woord, ja. En jij moet niet lachen. Ondertussen ben ik aan het kletsen met Valerie. Ik ligt in een deuk om wat ik tegen jullie vertel nu. Nou, de video is inmiddels geëdit. Staat nu in de render. En ik heb maar weer een aantal reacties verwijderd. Soms ben ik snel genoeg en dan zijn ze al weg voordat iemand ze gelezen heeft. Maar er zijn soms mensen die het heel leuk vinden om gewoon haatreacties achter te laten. Nou jongens, lekker doen. Ik haal ze net dezelfde vliegende vaart weer weg. En ik blokkeer je en dan zoek het lekker uit. Weet je, je hoeft niet te kijken. Als je niet wil kijken, doe het lekker niet. Goed, dat gezegd hebbende. Er was iemand die vroeg Twix en chips voor school. Ja, klopt. De jongste die heeft soms school tot 5:30, 3 keer in de week is dat. En dan begint hij wel al best wel vroeg. Meestal tussen, zeg maar om 9:30. En dan heb je op een gegeven moment al trek in wat lekkers, anders dan je brood. En dat kun je dan op school kopen, maar daar is een Twix. Geloof een euro of 1,10 euro of zo. Ik koop er nu 10 voor 3,42 euro. Of 12 waren het er zelfs. Dat is natuurlijk heel veel goedkoper. En dat geldt ook voor die kleine zakje chips. Ja, neem eens een zakje chips mee. Hij heeft wel even wat hartigs. Nou, dat is voor ons een prima oplossing. Het bespaart gewoon een hoop geld. Dat is dus de reden achter de Twix. En nou zitten er 12 in, dus daar kan hij 4 weken mee. Ik vind het een prima deal. Goed, die vlog die staat dus te renderen. Die moet nog een half uurtje. Daar wacht ik even op vandaag. En dan ga ik nog even verder met... Ondertussen wil ik lezen. Ik heb het laatste deel van de serie te pakken. Maar ik kreeg vandaag nog een boek van mijn zus mee. Dus lekker lezen voor je. Ik zie jullie straks nog even bij het afsluiten van de vlog. Ik ga wel vast lekker mijn pyjama aantrekken en zo. Lekker eventjes douchen en dat soort dingen. Dus tot straks. Zo, nog maar een video geëdit. Dat was een kleintje van zaterdag. En nu ga ik even een thumbnail maken. Om jouw ogen. En ik maak dus een foto van een video en dat wordt mijn thumbnail. Dus dan zoek ik altijd een leuk fragmentje uit wat ik denk van, dat is wel leuk. Ik wil hem even mijn camera recht houden, zo kunnen we het ook zien. Nou, dit gaat duidelijk over de vlog die jullie al gezien hebben. Even kijken of dit een leuke kan worden. Even dat we ook lachen. Dat elastiekje is een beetje raar. Dus ik ga toch even kijken of ik wat anders kan vinden. Zo, tijd om de vlog af te sluiten. Ik ben in de badkamer, ik ga mijn tandjes poetsen en dan ga ik lekker naar bed. Ik heb nog een vlogje geëdit. Dat was een heel kort vlogje van gisteren, van zaterdag. Ja, ik kan niet twee dingen tegelijk en een video opnemen en vloggen. Dus ja, het een voor het andere een beetje... Goed, dit is waarschijnlijk iets langer dan 6 minuutjes. En het is niet anders. Zo ziet mijn leven er nu 1 keer uit. Goed, ik ga lekker slapen. Ik wens jullie ook een hele fijne dag als je dit 's morgens kijkt. En kijk je dit 's avonds, dan slaap lekker en heb mooie dromen. Doei.
Oh ja, dat mag. Ga jij nog een keer zingen? Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje, zelf gemaakt, zelf gemaakt. En voor mij wordt nog iets, en voor mij wordt nog iets. Laat op straat, laat op straat. Wat een mooie lampion, Joy. Helemaal zelf gemaakt op school? Ja. Ja, want je zit nu in groep 1, hè? Ja. Ja, nou, mag jij een lekker snoepje uitkiezen? Kijk eens. Kies maar uit. Oeh, en doe er nog maar eentje omdat je twee keer gezongen hebt. Ja. Alsjeblieft. Zo, nou.